de boomkwekerij M van den Oever is een heel oud bedrijf. Wij kweken bomen. Die worden verkocht in Nederland en in de landen om ons heen. En worden gebruikt zeg maar, in het openbaar groen. Wij zijn op dit moment leibomen aan het maken. Dus wij knopen die rekken erin. En dan proberen we de takken zo ver mogelijk horizontaal op de rekken te zetten. Dat je dus eigenlijk schermen krijgt. Ik hoop over enkele maanden 71 jaar te worden. En ik doe het met plezier om 's morgens naar de kwekerij te komen. En om te zien hoe dat het groeit en bloeit. Het is voor mij ook een daginvulling. Ik denk ook dat het me gezond houdt. En ik probeer ook de namen, de Latijnse namen, te onderhouden en bij te leren. Om op die manier niet oud te worden. Dat wil ik zo lang mogelijk uitstellen. Er zijn ook wel oudere werknemers in dienst. Het is toch gebruikelijk dat ze tot het einde van hun werkbare carrière in de kwekerij werkzaam zijn. Op zich valt het wel mee. Er zijn verschillende hulp waardoor het allemaal wat makkelijker wordt. We hebben de hoogwerker die hier ziet. Als het echt zwaar hout is wat we moeten snoeien, hebben we luchtscharen zodat we niet met de hand hoeven te knippen. Dat is goed te doen. Want het is ook in het seizoen. Met de aflevertijd is het ook heel best zwaar werk, veel buiten, altijd buiten eigenlijk. En ja, in de winter is het toch wel af en toe kan het wel eens heel koud zijn. Dit is lichamelijk niet zwaar. Je hebt ook wel eens wat zwaardere dingen, maar dat wisselt gewoon af. Kluiten en zo, ja, dat tillen wij zelf al niks meer aan. Leg het allemaal machinaal. Ik denk dat het voor de gezondheid van de mensen op zich een prima werkjob is. Sowieso. Alleen al het feit dat je de hele dag buiten bent. Ik denk wel dat het mogelijk is om tot je 65ste of 67ste door te werken. Het werken aan morgen. Nou, personeelsbeleid is natuurlijk daar een belangrijk onderdeel van. En het is voor een boomkwekerij sowieso belangrijk dat er stabiliteit is in personeelsbeleid. Wij zijn eigenlijk continu met morgen bezig wat dat betreft. Want het product is van morgen.